Breda Nu. Je weet het meteen. We zijn hier vandaag bij elkaar om 10 jaar gestaan van Chattime te vieren. Het wordt één groot feest. Daar gaan we heerlijk van genieten met z'n allen. En ik ga dat zo op een hele bijzondere manier openen. Ik ben doodspannend, want ik heb het nog nooit gedaan. Maar het wordt echt iets heel bijzonders. Nou wordt het ingewikkeld. Ja. En ik ga nou iets spannends doen. Die wil ik erover. Ik vond jullie allemaal hartstikke lief. Ja. 3, 2, 1. Chattime, wat betekent Chattime voor Breda? Ja, Chattime is een fantastisch medium. Hè. Dat is echt iets heel bijzonders in de stad, waar jonge kinderen als reporters, als journalisten door de stad heen gaan en overal waar iets bijzonders gebeurt, de vragen stellen, interesse tonen en op een hele leuke manier kunnen vertalen naar kinderen, zodat kinderen ook snappen wat er gebeurt in hun stad. Ja, dat is echt fantastisch. Twee oud-reporters van Chattime. Hoe lang geleden is het voor jullie? Voor mij is sowieso 4, 3 jaar geleden. Ja, voor mij al 8. Ja. En iets bijzonders wat je met Chattime hebt gedaan, wat je nog heel goed herinnert? Ja, ik heb Hardway geïnterviewd. En dat was hartstikke leuk. En ja, het was een hele normale gozer. In plaats van dat je altijd op tv ziet en zo. En het is echt een Bredanaar, om het zo maar te zeggen. En voor jou? En voor mij dat we met z'n allen aan tafel zaten, wat te drinken en te eten kregen van vader Abraham. Dat was heel gezellig en gewoon lekker normaal gebleven. Dat was heel leuk. Hoe vinden jullie het hier bij het Chattime Festival? Leuk. Ja, heel erg leuk. En wat hebben jullie allemaal al voor leuks gedaan dan? We hebben al circus. De boogschieten, foto's laten maken. We gaan zo de escape room doen. En speksteen of zoiets dat het heet. Ja. Hallo, hoe komt u hier zo terecht bij het Chattime Festival? Nou, ik was uitgenodigd. Ik zat volgens mij in een van de eerste Chattime in een magazine. En later nog wat interviews gegeven. Dus, en werd ik uitgenodigd. Ja, dan moet je even komen kijken dan, hè. En hoe vindt u het hier? Geweldig. En wat een sfeer, hè. En ook hier die entourage eromheen, de optredens, alle mensen hier zijn. Maar ook allemaal alleen maar blije gezichten. Dus ja, dan vind je wel leuk om hier te zijn. Ja, 10 jaar Chattime, daarom dit festival. Heel erg trots denk ik dat je bent, of niet? Ja, fantastisch trots. En weet je wat ik zo tof vind op het moment? Gewoon die kleine meiden van 8, 9 jaar, die staan hier gewoon als toffe grieten. Moet je nou eens kijken. Ja, ik zou bijna denken, als ik ook die jonge gasten allemaal zie, ik wou dat ik nog 18 was. Echt waar, het is zo fantastisch. En kijk eens wat daar aan komt. Wow! Steven. Hi! Dat kan niet, hè? Hoe is het? Wat mooi. Dankjewel. Dankjewel. Hi! Lilleke. Ja, ga je. Wat leuk dat jullie er zijn. DJ van Chattime, hè? Hoe vind je dat? Leuk. En wat doe je dan vooral? Liedjes draaien. En praten. En kost dat veel tijd om het voor te bereiden? Ja, best wel. En wanneer zend jij uit? Elke zaterdag tussen 2 en 3. Ja, jullie zijn de reporters van nu, hè, van Chattime. Ja, hoe vinden jullie het om dat te doen? Superleuk. Ja, echt heel leuk. En gaan jullie vandaag ook nog iets opnemen of ben je vandaag alleen maar lekker aan het kijken op het festival? We gaan lekker mee feesten hier voor 10 jaar bestaan. Ja.